neer en je loopt achter. Je hebt ook nog een grote pindakaas. Hoi, leuk dat je weer naar een nieuwe video kijkt deze week. Ik ben Disna en ik maak video's over fitness, fun, fashion en food. En gisteren heb ik samen met mijn vriend een challenge gedaan. Namelijk een challenge die ook al voorbij is gekomen bij Dit Gebeurt Er Als en bij Fit With Marit. We hebben het met z'n tweeën gedaan. Vond ik echt een superleuk idee trouwens, meiden. Maar ik heb hem al heel vaak voorbij zien komen, namelijk de 10.000 calorieën challenge. Nou, dat vond ik inderdaad ook echt dat ik dacht van nou, laten we dan eerst die 5.000 keer proberen. De reden dat ik het doe is eigenlijk omdat ik het gewoon heel erg handig vind op dit moment. Want ik ben toch al bezig met veel eten. Omdat ik weer een beetje in een spieropbouwfase zit. Het is niet echt bulken, maar het is wel gewoon wat meer eten. Zodat ik genoeg eiwitten binnenkrijg om mijn spieren te laten groeien. En ik ben ook weer best wel veel aan het trainen op dit moment. Dus het komt gewoon heel erg goed van pas, deze challenge. Dus nou, ik neem jullie mee naar gisteren. Want gisteren hebben we dus de 5000 calorieën gegeten. En op het einde van de dag werd het best moeilijk. Yes, yes, het is zover. Als ik niet op tijd begin hiermee, dan gaat het me niet lukken. Dus ook al is zondag een beetje vroeg opstaan, moet wel. Hier is de weegschaal. En hier is mijn fitnessbol waar ik alles ga invullen. Wat ik eet. En ik ga nu beginnen. En ik ga eerst even het havermout en de shake naar binnen werken. Met sojamelk en fruit en lekker veel erin. En dan neem ik nog meteen een broodje erachteraan en ik neem nog even geen koffie. Want van koffie krijg ik ook altijd een beetje vol gevoel. Dus ik ga eerst dit even allemaal naar binnen werken en dan ga ik pas koffie drinken. Oh. Oh. Ja, proost. 641 calorieën in één shake. Everybody! Ja, lekker lang laten wachten, dan is het lekker dik. Ik ben een beetje dik aan het worden, maar... Hier, en je loopt achter. Je hebt ook nog een grote pindakaas. Ja. Nog even trekken in een banaantje en een koffietje. Thuis aan de keukensportschool. Oh, hij heeft zijn muziek in, hij hoort me niet. Binnenkort nemen we wel een boyfriend tag video op hoor. Nu leren jullie hem wat beter kennen. Hij wil eerst naar de zonnebank en naar de kapper en zo. Want ja, je moet natuurlijk wel goed uitzien op zo'n video. En ook liefst niet met dit licht. Ja, natuurlijk veel aan mijn haartjes doen en zo. Haartjes moet altijd strak zitten, vind ik zelf persoonlijk. Nou, ik word vaak Casanova genoemd. Ik vind het leuk om vrouwen te versieren en te doen. Vind ik heerlijk. Twee keer in de week naar de zonnebank te gaan. Om toch een beetje je bruine kleurtje vast te houden. Vind ik heerlijk. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. Onderweg naar Tesla om de auto te laden. En we gaan nog even naar de meubelwinkel voor onze bank. En nu gaan we weer verder met eten. Een maaltijdreep van de opie. Die ga ik even proberen. Weet ik meteen of die lekker is. En een maaltijdreep, daar zitten mega veel calorieën in. Want normaal is dat dus een hele vervanger van je maaltijd. Maar nu ga ik hem gewoon als tussendoortje eten. En daar zit in per reep 230 calorieën. Eet makkelijk. Gewoon even filmen. Ja, we zijn even aan het laden bij Tesla.
En dan hebben we niks te doen, behalve eten. We laden nu met 530 kilometer. Ja, ik had hem net goed neergezet. Wat doe je dit? Voor de mannen. Jag är den tete. Och kan man komma runt de personer som tar över. Jag är väl sig själva i den rum. Oh my gosh. Oh my gosh. Look at this pizza. Die van mij is 1035 calorie. 1035? En die van jou is 970. Worden we al dik? Worden we al dik? Zijn we al dikker? Nu hebben we nog één ding is wel jammer, dat we niet vanochtend op de weegschaal hebben gestaan. Maar niet zoveel uit. Ik laat dit gewoon je liggen. Je kunt het ook gewoon straks eten. Oké, okay, nou het nu. Voor 12 is. Oké, okay, dan eet ik dat nog wel even straks voordat ik ga slapen. Kijk. In ieder geval nu niet. Ik kan het echt niet meer zien. Een rode wijn. Een halve fles invullen. Vullen. Ja, één glas. Dus 74 calorieën. Oh, ik wil hem eens even wat lager. Hallo. Ik heb hem nog niet helemaal aan, omdat ik te vol zit. Ik ben te dik geworden. Ik wil staan. Jawel. Snap ik even. Nou, ik heb hem zo vaak aan, maar ik kan niet meer bewegen. Hoe voelt dat nou? Vol buikje. Deze video weer. Ik vind het echt super leuk als je ook zou willen abonneren op mijn YouTube kanaal. Vanaf volgend jaar komen er wel liefst 3 video's online. En vind je het nou ook erg leuk om een keertje samen te werken met mij of een challenge aan te gaan? Of heb je een idee of een vraag? Laat het gerust weten in de reactie hieronder en ik zal er zeker wat mee doen. En anders tot volgende week, want dan ga ik weer wat leuks doen. Bye!